Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gaan naar de Wedding Designer Event Night? Ik weet niet of ik het goed heb gezegd, maar onze gast gaat me corrigeren wanneer ik het ga voorstellen. En misschien kennen jullie er ook, en ik ben zo blij dat ik er echt mag zien. Want vandaag zit ik met Iraida Reiker. What we need is a little Q-Time. Hi Iraida. Hoe gaat het ermee? Nee, mijn dag kan niet meer stuk. En zeker ook een hi aan de kijkers. Ja. Want die zijn er ook bij voor Q-Time. En wij gaan een leuke Q-Time hebben. Ja, helemaal anders. Helemaal anders. So, Iraida. Voor de mensen die je nog niet kennen. Yes. Misschien wil je even vertellen wie je bent. En dan gaan we naar het event. Ja, nou, ik ben Iraida Reiker, een mediapersoon al 20 jaar. Ik heb ook een achtergrond in MOA Engels. Ik heb mijn MBA gedaan. En verder heb ik 10 jaar mogen werken op een corporate affairs afdeling bij een multinational. Dus veel gedaan. En ik heb altijd passie gehad voor samenwerken met mensen, talent ontdekken. En ook een passie voor kunst en cultuur. Dus zo begon het met Designer Fashion Night. Spannend. Want er komt een nieuwe aan, want jullie hebben het al eerder gedaan, maar klopt, dit keer is er een hele andere editie. So tell me everything about it. Ja, dus net als ik eerder aangaf, ik heb dus een passie voor kunst en cultuur en mensen die creatief zijn. En daar hebben we heel veel van in Suriname. En soms niet ontdekt, omdat ze een beetje bescheiden zijn. Maar ook omdat mensen die in die branche werken vaak genoeg heel stil zijn. En in hun eigen wereld de mooie dingen eigenlijk creëren. En IBA Events & Consultancy, dat is het bedrijf waar ik dus de eigenaar van ben. Die is op zoek gegaan naar het talent vanaf vorig jaar. In 2023 hebben we de Kitty Kottie editie gedaan. En er is toen gevraagd, wanneer komt de volgende? En we dachten van, de volgende is in 2024. En we zijn dus ready om de wedding edition te doen. De wedding edition. Ja, de wedding edition. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik keek naar de flyer en ik zag ook wat comments. Maar niemand heeft me nog gevraagd om te trouwen. Dus. Klopt. Klopt. Ja, heel veel mensen zitten ook met die vraag van, stel je nou voor Irene dat ik niemand heb die me nog ten huwelijk heeft gevraagd. Dat kan. Het is niet erg, maar je mag er wel bij zijn. Het heeft niet alleen te maken met de mensen die in het huwelijksbootje zijn gestapt, zullen stappen of misschien ook hun vals willen renewen. Het heeft niet alleen met hun te maken. Het heeft ook met jou te maken die wordt uitgenodigd voor een galaavond of misschien een receptie. Misschien weer gewoon een girls night out en je zoekt naar een exclusieve outfit. Dan is dat ook de plek waar je moet zijn tijdens deze wedding edition. Dus het gaat eigenlijk om kleding dat naast het huwelijk ook aangetrokken kan worden. Oké, spannend. En wanneer ik zeg maar kom naar dit evenement, en iemand kijkt nu, is nog nooit geweest, is helemaal enthousiast. Ja. Hoe kom ik daar? Moet ik ook helemaal gedrest komen? Of is het net een catwalk? Of, tell me. Ja. Ik zeg altijd, kom zoals je je comfortabel voelt. Wij verplichten niemand om in een gala te komen. Maar kom zoals jij je comfortabel voelt. Er is natuurlijk wel een red carpet. Want we hebben een sponsor, Qantas Luxury Rides. En die zal er ook staan met een van de exclusieve auto's die je ook gewoon kan huren. Voor een avondje rijden misschien met je wijntje en je wilt gewoon chillen. Het hoeft niet speciaal voor een huwelijk. Dus ook daar past het bij. Daarnaast kom je lekker binnen. Is er een fotobooth waar je dus leuke foto's kan maken. Je komt in de zaal en dan ga je genieten van een avond. Vol mode, liefde en passie. Verkocht. Ja. Verkocht. Dus ik zie je ook daar. Ja, is goed. Ja. Is goed, kom. Ja. Nee, de avond heb je al helemaal verkocht aan mij. Je geeft een platform aan mensen om hun kunst te laten tonen. Andere mensen kunnen komen kijken, raken geïnspireerd. Kunnen direct bestellen, if anything. Maar het is niet alleen fashion die avond. Want er is, jullie hebben ook aan de rest gedacht. Ja, want je moet het combineren toch? Wanneer je geniet, dan moet je dus ook wat entertainment hebben. Dus dat is er zeker. En een van de personen die ons bezig gaat houden is Shelley Liz. Dat is de lieve mama van Huize Anton. Die is er dus ook die avond. Maar er is nog meer behalve Shelley Liz. Maar je moet wel aanwezig zijn om te weten hoe en wat. Oké, nu, we hebben al gekeken, iedereen wil nu al komen, maar wanneer is het precies? Is het gratis? Hoe laat begint het?
Zo, het is op vrijdag 2 augustus 2024, ongeveer over 2,5 week, in Congreshal. En dat is lekker in de stad, centrum, dus makkelijk parkeren. Je komt dus lekker naar binnen. En voor het gemak hebben we dit keer ervoor gezorgd dat niemand hoeft te rijden en zoeken naar kaarten. Er is dus een nummer, 747-6293, waarop je kan reserveren. Zodra je hebt betaald, dan heb je je kaart in handen. Of je reserveert je VIP-tafel met of zonder maaltijd. Want het is een wedding. Okay, ja, en je moet eten. Ja, klopt. Dus dat is ook een van de verrassingen. Als je dus binnenkomt, als je je VIP-tafel hebt, dan is het met of zonder maaltijd. Maar je kan ook gewoon lekker aanschuiven hoor, voor 600 SRD en genieten van talent. Mm-hmm. Ik heb er niets aan toe te voegen. Eén wat ik wil zeggen... Ik hoop dat het een volle bak wordt. En dat het kan alleen maar een succesvolle avond zijn. Klopt, we kijken dus in elk geval ook uit naar u. Om het Surinaams talent natuurlijk te ondersteunen. Vergeet u het niet, vrijdag 2 augustus in Congreshal. Bestel natuurlijk je kaarten vooraf, want er zijn geen kaarten bij de poort. Voor 600 SRD ben je binnen. Of je mag natuurlijk ook onze VIP zijn. Het is de Designer Fashion Night 2024, de Wedding Edition. Fangirling. Dank je wel. Oh my god. Ik kan niet eens zeggen hoe ik me voel in dit moment. Okay? Nee, we gaan een mooie foto maken. Ik wil ook een foto met een cameravrouw erbij. Yeah. Dat vind ik altijd leuk om ook de crewmembers. Exactly. Oh, dat gaan we gewoon doen. Die schuilen altijd achter. Ja. Yeah. Ik doe het ook met mijn mensen. Ja, ze schuilen altijd. Jullie thuis, ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Irayda Reker bij ons van IBA Events and Consultancy. En ze heeft eigenlijk alles al gezegd. Ik kan niets meer eraan toevoegen. The only cherry I can put on top is that you guys have to go. But it's gonna be amazing. So remember, your time plus my time is cue time. En tot het event. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.